Pasgeboren ijsbeertjes in dierenrijk mochten donderdag voor het eerst naar buiten. Vlak na de geboorte in november wogen ze slechts 400 gram. Maar ze zijn inmiddels flink gegroeid en aangesterkt. Het gaat voorzichtig, stapje voor stapje naar buiten en ontdekken. En oeh, het is toch een beetje spannend. Even goed in de gaten houden waar papa is, dat hij niet te dichtbij kan komen. De ijsbeertjes verbleven de afgelopen maanden bij moeder Frimas. Maar nu mochten ze dus ook hun vader zien. Nou, papa Henk houden we toch wel even lekker op afstand. Want uh, papa Henk, uh, ja, het is niet zoals bij mensen dat het een gezellig gezinnetje is. In maart krijgen de twee jonge ijsberen een naam.